Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Wij gaan vandaag een najaarssalade maken. Daar hebben we wat geitenkaas voor nodig, wat spekjes en daar komen wat verrassende vergeten groenten in. Daar vertel ik dadelijk even wat meer over. We gaan even beginnen met het snijden van de groentjes. En dan heb ik hier paarse peen en gele peen. En dan heb ik Joggia beet. Nou, die gaan we eventjes raspen. De paarse peen is eigenlijk net iets zoeter dan de oranje peen. De gele peen smaakt eigenlijk hetzelfde. Het geeft wel een heel leuk kleureffect in een salade bijvoorbeeld of in een ander gerechtje. Ja, je gaat hem eigenlijk gebruiken hetzelfde als de gewone peen. Dus het is eventjes raspen en dan kort blancheren. En dan gaan we verder met de Joggia beet. Die gaan we ook even raspen. En die gaan we dan op een mandoline in hele dunne schijfjes snijden. Die kun je wel gewoon rauw eten. En dat kun je natuurlijk met de peen ook. Maar het is lekker als je hem even kort blancheert. Nou, de Joggia beet die heb ik even op de snijmachine flinterdun gesneden. En zoals ik net al zei, kunnen jullie die op een mandoline thuis snijden. Heel dun. En dan gaan we verder met de gele peen. Die snijden we door de helft. Even de uiteinden een beetje eraf. En dan snijden we daar halve rondjes voor. En datzelfde hebben we met de paarse peen ook gedaan. De paarse peen en de gele peen die gaan we dadelijk even kort blancheren. Dan gaan we verder met de geitenkaasbolletjes. Daar heb ik gewoon naturel geitenkaas voor. Ja, die gaan we een beetje zoeter maken met wat honing. En die gaan we even mengen. Ja, totdat het eigenlijk een smeuïge massa nu is geworden, brengen we het nog een beetje op smaak met wat peper en zout. En dan gaan we hier bolletjes van draaien. Gaan we verder met de paddenstoeletjes. Ik heb deze keer voor beukenzwammen gekozen. Het zijn eigenlijk hele kleine champignonnetjes die je gewoon in zijn geheel kort kunt aanbakken. Het enige wat je hoeft te doen is het onderste gedeelte eventjes eraf te snijden. Ja, en dat ziet natuurlijk weer hartstikke leuk uit in een salade. En dan heb ik hier nog wat babyleek. Dat zijn eigenlijk mini preitjes. Die gaan we in zijn geheel grillen. Even de uiteinden ervan afhalen. En de bovenkantjes. Nou, die gaan we eventjes grillen. En dan de spekjes met de beukenzwam even kort aanbakken. Ondertussen gaan we verder met de dressing. Eigenlijk een hele simpele dressing. Met weinig ingrediënten. Ik heb wat mayonaise. Dan heb ik wat notentappenade. En voor een beetje zoeter te maken, weer wat honing erbij. Dit een klein beetje met elkaar mengen. En dan slappen we een beetje af met wat water. Beetje peper en zout.
eventjes vullen in een garneerflesje. En dan gaan we nu het bordje opmaken. Wat gemengde salade. Een beetje van de notendressing eroverheen. Dan heb ik hier de spekjes met de paddenstoeltjes. Dan de bolletjes met de geitenkaas. De biet heb ik een klein beetje uitgesneden met een stekertje. En dan gaan we alle ingrediëntjes mooi op het bord schikken. De gegrilde babyleek erbij. En dan hebben we wat vijg. Smaakt natuurlijk heerlijk bij de geitenkaas. Beetje gezouten pekannoten. Dan heb ik wat komkommer, framboos, een beetje rode ui erbij. En dan maken we het af met een beetje eetbare bloem. En dan hebben we een mooie kleurrijke salade die je als voorgerecht kunt eten zoals ik hier heb gemaakt. Maar je kunt hem natuurlijk ook wat groter maken en hem dan als maaltijdsalade eten. Ik hoop dat jullie het weer een leuk gerechtje vonden. De recepten zijn weer af te halen op de redactie van Weer TV of bij ons bij Restaurant De Tos. Graag tot ziens!